Die ook allemaal bij elkaar in één grote zak. En aan het eind van het jaar zat ik de kerstdagen, kreeg ik de 4 voet. En die kreeg jij geld. En al die anderen wat mij dan een aanmaning durfde sturen, die doet volgend jaar niet meer met aan de trekken. Ja, mooi. Maar hoe is dat zo dan? Voetbal? Ja, ik heb je daar gisteren al over verteld. Ik zeg, in 44 kwam jullie hier met Hitler. Eind zwaai. Ik zeg, we zijn in juni bij Hamburg verdrokken. Zwaai, eind. Nee, het is zo, dames en heren, meneer Duitsers. Het is zo, meneer Duitsers. Zijn grote mond is er met je af. Die kleine Duitsers, die kreeg nu grote oren. Ja, dat zou ik vertellen, dat komt toch. Ja, die oren Duitsers, die jagen met de grijs in de OBTNK. En dan gooit ze met de grijs van de buurt, ze met de oren op en dan zegt ze, dat woont Europa, meester. Ja, en eergisteren, waar ik ook zo verrekte laat, die bedoel ik namelijk, dat ik in Zwolle stond en optreden. Dan kon je ook soms de zaal niet vinden. En dan kan je in Zwolle kan je de weg wagen vrouwen, kan je maar denken dat je burgemeester bent. Maar. Ja, de burgemeester uit de broek, hoe heet toch? Is. Lult ik al aanlopen, daar of niet? Ik heb die laan ook al gezien, het is een rode laan. Jong, dat is ook een schilder van wacht dat het rode licht gedoofd is, dan kan nog een burgemeester komen. Maar nu is het nou zo, dames en heren, ik was vanavond eigenlijk blij dat ik dus weg mocht. Namelijk, ja, want vanavond ook bij ons zou visite. Miami is gewoon nog eens op bezoek. Ja, ik heb ook gewoon, ik ben ook trouwens. Ik heb vroeger ook gezegd, trouwen is romantiek. Maar ik vind zo in Rome nog een keer af. En dan blijf je antiek zitten. Nee, maar nu is vanavond is niet schoon, hoe is dat bij ons? En ja, ik zei net, was ik blind dat weg moet, maar dan helemaal op iemand zit, dan kan je er wel daarmee eens gaan. Lul! Ja, die lul, dat is zo slim, maar de zon, de binnengeer, is het gebit in het water. Dan klap dat ding nog een half uur zo vanaf. Maar ze gisteren is dat bij ons kwam, en dan komt ze bij ons, en eerst dat ze door het dek in dat grote lichtbad. De kraan los en het bad nog niet vol als ze wel in zo. Had er wel mooie rossen kunnen, de bad had wel kunnen overlopen. Nou, gelukkig is het met moord los. Maar nu zeg ik er niet, dames en heren, ik was de dag gisteren, maar ik kom weer te laat bij toes. Ik had er namelijk een DM-kamp zo met al die dussen. Dat was trouwens een heel gezellige avond. Dan hebben ze samen hebben ze ook in twee verdeeld. Aan de ene kant zat allemaal Duitsers. En aan de andere kant allemaal Hollanders. Nou, en die Duitsers verstonden geen klap af wat ik vertel en die lachen zich kapot. En die Hollanders deden geen bek los. Maar die Duitsers aan een feest, die kloppen in de pauze zo en naar de gang komen langs de dames toiletten. Zitten ze een Duits meisje op de wc te zingen van es geht alles voor uber. Es geht alles voorbij. Hij heeft helemaal met de klop in de deur aan trapt. Ik zie met verzoenlijk op pad gaan zitten. Hij treedt voorbij. Roep pet op. Heb ik ook reden voor een kriek en leid die begint met je kaal te winnen vuur op. Ja, dat krijg je alleen de keels. Dat komt bij mij wat er van komt. Van Pragazin. Ja, dan geeft dat veel geeft zo heen en weer. En dan knapt die wortels af. Ja, door met de vrouw in boord.
vanavond hier op Harderwijk ook niet naar het weer was, moet je kunnen vanavond best vuren. Het is heel raar als toen we twee weken terug, niet hè? Toen ben die harde vast, maar daar had ik toen een nekel aan. Wat doe ik, ben ik al 4 dagen weg geweest? Heb ik er zo'n hoop? Ik ben helemaal zuid in trokken. Ik ben nog in Lourdes geweest. Ja, ik kom Lourdes net binnen erin, loopt er een keer op de straat en schreeuwen van ik ga weer lopen, ik ga weer lopen. Ik zie een wonder gebeuren, is ineens met de fietsen voor de gat. Maar ik kom er nog van Lourdes, kom ik weer, ik kom deze kaart voor, ik kom aan de Belgische grens. De douane hoort me aan, die zegt, meneer, heb je nog aan de gym? Ik zeg, niks. Nou, hij maakt niet de koffer los en zegt, wat heb je in die flessen zitten? Hij zegt, allemaal Lourdeswater. Nou, hij draait de dokter of hij zegt, man, zeg, dat is Franse cognac. Ik zeg, want er is nog wel een wonder gebeurd. Nee, ik heb nog moeilijk genegen, want ik laat de week mijn kameraden aan mijn auto van de weg afgeleden. Hij heeft nog in Nijmegen in het circus liggen op de afdeling intensief verkeer. Ja, hij lag er toevallig net tegelijk met zijn vrouw, die lag ook aan een kleinkring van 4 pond. En ik kon nog niet groter weten, ik was dan een half uur trouwd. Maar nu heb ik mijn kameraden nog een keer opzocht in het circus, dus ik denk nog op te mijn trainen, heb ik zelf ook niks met die gladde wegen te maken. Nou, en dan mag ik heel geen in een trein gewoon zitten achter een grote kraat. En dan luister, wat die lui in de coupé moeten vertellen heb. Toen zit er op je toevallig in de coupé zit aan de pastoor met zijn zwart pak aan. En dat boyje zo dicht van vuurden. Er zit een jonge kerel te praten, die kerel zal dat misschien wel niet kennen. Maar dan zit hij die pastoor en zegt, meneer, u heeft uw overhemd achterste voor en aan. Nee, zegt de pastoor, ik ben vader. Ja, zegt die kerel, ben ik ook wel. Hij zegt, vader van 2 kinderen, bedoel ik, trek mijn overhemd niet achterste voor en aan. Nee, zit die pastoor, maar ik ben vader van 100 kinderen. Dan zit ik heel hard van, hij volgens mij toch veel beter de box aan ze van kunnen trekken. Maar is het zo, dames en heren, zo jullie zien, ik vanaf hier ben ik even op mijn stoel gaan staan, dan word ik iets groter niet, want ik ben mijn lijm ook maar een klein keel gebleven. Ik ben trouwens vroeger nog veel kleiner geweest. Maar vroeger toen ik een lagere school moest, ik zo'n klein keel, toen zei mijn vader zegt, mijn moeder kleur niet aan de rende, dus de meute niet. Zo'n klein ventje, weet. En dat ben ik heel lang toen ik jurk zo'n tien, want nu scheur ik in 1 keer in de boom. En dan waren ze bij ons en doen ze op niet gerust over. Toen mijn vader van trek een dokter opbelt, toen zei hij, als ik heet het niet scheur in 1 keer zo hard naar boom, nou zei een dokter, dan moet je niet voetballen doen. Dan ben ze gek op die keel, als ze hard naar boom kunt schieten. Dus ik had rustig gezegd, ik was min of meer, was ik op doktersadvies bij de voetbal. Die ik ook morgen op trekken in een dokter loop met een paar goede stevige voetbalkanien aan de metten. Dus ik is morgen van de dokter, ik zal geen paar goede stevige voetbalkanien hebben. Hij zei ook, het is morgen, maar je moet in de wachtkamer kijken, misschien zitten er wel een paar. Maar ja, ik in de wachtkamer nooit geen voetbalkanien. Er zat maar één aan een tennisarm. Zat er één die had een honkbalknuppel. Dit ding de kop aan had. Ze zat erin met een compleet sportcomplex. Maar dinsdag sponsor ik een hikbericht van het bestuur van de voetbal. Hoe dat allemaal zo hel en zeil op zo'n voetbalveld. Toen zei ze dat ik op de 1 minuut valt die voetbal niet meer. Ik kan niet voetballen. Die loopt door de fluiten. Die scheidsrechter. Ja, dat had ik verstaan. Die scheidsrechter. Want ik denk, dat zal mij niet gebeuren, wat dan? Ik heb ook zin angst morgen, voor dat moest voetbal, in alle vrochten een grote pot vol broem lostrokken. Nou, dan heb ik me niet binnen gewerkt. Ik kom smiddags om 2 uur op voetbalveld bij het kleedhok. De trainer wil net beginnen met de technische bespreking van de wedstrijd. Ik zie er nog ooit wel achter in de deur zitten, kan ik het hartje van de deur al meeluisteren. Hij zei, jongens, hij zegt, vanmiddag gaan wij met de bil bloot. Ik zeg, oké. Hij zegt, en druk uitoefenen. Hij zegt, pressie.
En ze gaan niet allemaal op één hoop. En je zegt een spreek niet handel. En je zegt een recht voor de port. En Loos zegt alsjeblieft achter geen gat van. Want dan komt de stroom aan de knikker. En je zegt in de afloop dan mag de ting staan wel komen de formulier en er zit op weg, wij die komt bij af. Nou, dat was een beetje die, kort was dat aan mijn voetbalcarrière. Toen moest ik van over hier bij MVV mee, dames en heren. En dan moet ik eerlijk zijn, normaal kom je altijd met twee man. Nee, mijn broer, die wil ik vanmiddag bij zijn geit, ik kan niet meer hoe mee zijn, want ik heb mijn auto in elkaar zitten. Ik zei, waar heb je mijn hart aan? Hij zei, ik heb een knieën onderuit. Ik zei, waar heb je een auto niet in elkaar zitten? Hij zei, daar weg wel, maar dat knie zat achter een boom. Kijk, nu moet ik het vanover alleen een beetje aan het honden. Dat is niet zo eenvoudig, geloof ik. Eerlijk ben ik, heb vroeger op de school ik horst niet wat geleerd. Ik heb er lang genoeg in gewoon. Wat had ik er nog aan denken? Toen ik van de lagere school af kwam, mijn klasgenoot met allemaal een loge. Ik kreeg een scherapparaat. Nee, vroeger op de school hier had die reken zitten. Toevallig bij mij in de klas zitten. Harry, ik heb uw rapport nog maandag, leven we dat niet? Kom bij ons door een lul aan het schrikken. Nee, maar ik zat ook op een lege school, maar vroeger was dat anders op de school. Dat is vandaag en dag niet aan. Vandaag en dag doet het allemaal van dat multiple suizen. Ja, dat gaat even drie uur zo voor. Drie mogelijk één keer. Daar hadden wij vroeger niks van. Vroeger ik moest naar school en ze vroegen me ook van alles. Ze vroegen me ook zo van wie was de eerste mens op aarde. Ik zei nou volgens mij was dat Little You. Toen zei de meester hoe kom je daar toch bij? Dat was toch Adam? Zeg kijk, ik zei ik wist wel dat ene voor de bonanza's was. Zo, en dit is die van joh, nooit een grote vakantie. Moest we altijd een opstel maken, maar we allemaal zo aan het maken in de vakantie. Nou, loop je elke week, kwam je net zo, ik bleef alleen bij ons een beetje een boer. En dan had ik helemaal niks in mijn zullen zitten opstellen, maar die juffrouw wordt lullig op mee. Ik had gewoon in het opstel staan van. De boerin zat aan de waterkant de koe te melken. Als je in het water keek, leek dat andersom. Nee, ik heb nog maar zo'n trammeland met hier, ik ben gewoon hier van komen. De man komt ze door de klas binnen. Laat ze door een laddertje in de kous zitten. En dan wees ik er direct op. Ik zeg, juffrouw, ik zeg, u heeft een laddertje in de kous. Nou, ze kijkt niet zo lullig aan. Ze zegt, naar de gang, jij. 10 minuten. Tot 10 minuten, nou, nog 10 minuten kom ik weer. Want de juffrouw wil net in zo'n bord schrijven. Dan moest ze zo'n bal maar beginnen. Ze geeft zo meteen stil. Ja, de compagnon wil ik er zonder een. En dan wees ik erop. Ik zeg, juffrouw, ik zeg, uw onderjurk kijkt eronder vandaan. Kijk ze nu zo lullig aan. Ze zegt, naar de gang, jij. Een half uur. Nog een half uur, nog een half uur haalde juffrouw me weer op en die loopt zo 5 minuten de klas in. Dus ze doet het bord zoiets de verhoging. En dan koopt ze haar aan van. Ze schudt er over de kop en de been, stil de lucht in. Ja, en dan stond ik met Pieter ging. Ik zei nou juffrouw, ik zeg dat ik nog een hele week vrij heb, of niet? Gemeente.